De Henk Lubberding Classic houdt op te bestaan. De Achterhoekse wielerkoers die de naam droeg van voormalig profrenner Henk Lubberding was lange tijd een begrip in de regio. We hebben samen die beslissing genomen. En we waren teleurgesteld, maar allemaal waren ze het er wel mee eens om te stoppen. En dan de medewerkers, die heb ik dus afgelopen week bericht gedaan. En dan krijg je heel leuke reacties van dat ze het allemaal erg jammer vinden. 22 jaar geleden begon de Henk Lubberding Classic nog met 600 deelnemers aan de start. Maar dat aantal liep gedurende de jaren steeds meer terug. We hadden een groot peloton, wat ik al zei, 600 man. Maar daar zaten dus echte wielrenners in. Maar daar zaten ook de gewone liefhebbers in, die er dus niet gewend waren om in een peloton te fietsen. En op een gegeven moment gingen er regelmatig wat onderuit. Ja, en dan gaat de animo er natuurlijk wel vanaf. Reumer heeft alle edities van de Achterhoekse wielerkoers meegemaakt. En hij kijkt met volle tevredenheid terug op deze periode. Ja, het was gewoon iedere keer prachtig. Ik denk dat heel veel mensen verbaasd hebben gekeken dat ze zo'n groot peloton zagen. En die eigenlijk toch op een dode akkefietje fietsten. Want de gemiddelde snelheid was 30 kilometer per uur. Maar daar riepen er wel eens mensen langs de kant, hey, dat is een beetje harder of zo. Ondanks deze prachtige herinneringen heeft Reumer niet overwogen om de wielerkoers toch in 2019 te laten plaatsvinden. Als je daarmee stopt, dan moet dat ook voorgoed zijn. En we komen ook op een leeftijd dat we ook wat kalmer aan moeten doen. En we hebben nog andere hobby's. En daar gaan we dan alle tijd maar in steken.